Lieve mensen van het goede leven, mijn naam is Kelvin, ik ben Calvin en ik ben hier vandaag speciaal in een andere plek. Ik ben hier met een hele speciale jongen, namelijk, ik moet toch even iets uitleggen. Ik ben hier met Noah! Wat heb je voor me meegenomen vandaag? Een paprika plantje. Jazeker, ik heb nog nooit een paprika plantje van iemand gekregen, man! Dankjewel voor de paprika. Alsjeblieft. Mocht je er nou afvragen, hey, wie is Noah, dan moet je even dit filmpje kijken. Is dit je vriendin? Als het een vriendin is, is het heel belachelijk. Of heb je geen vriendin? Oh! Jij hebt me gewoon geroast. Ja, ja. Jij hebt me gewoon gepakt. Ja. Jij hebt me gewoon kapot gemaakt. Ja. Ik keek die video en ging echt... Ja, die is dood. Hey, wie is dit? Wie is dit? Hoe is dit? Oh, oh, oh. Hey, wie ben jij nou weer? Ik ben Nout. Hey, Nout, hoe kom jij hier nou weer? Ik kwam net van de bakbank. Oké, nou, ga dan weer zitten, man. Ja, goed. Lieve mensen, Noah en ik zijn iets van plan over een aantal weken. Daar gaan we nog niks over zeggen. Maar het leek mij leuk om jullie eventjes kennis te laten maken met deze meester. Deze broeder. Dit is Noah. We gaan vandaag rapteksten raden. Dat is een video die ik met Senna had gemaakt. Titan, pak niet met mij. Mensen vonden dat heel erg leuk. Ja, aangezien wij natuurlijk ook iets met rappen gaan doen, komt er een punt waarop we even bij onszelf moeten checken of we goed zijn in rappen. En dat is vandaag wat we gaan doen. Ja. Ben je ready? Ja. Ben je klaar voor? Ja. Sorry, ging fout. Oh. En welke rappers? Luister je wel eens naar Nederlandse rappers? Ja, heel vaak. Naar welke dan vooral? Bonnie Flex, Mr. Polska. Dat was hem wel. Ga dus zinnen uit rapliedjes ga ik oplezen en dan moet jij raden wat het in het Nederlands betekent. Moeten we eigenlijk allebei raden wat dit in het Nederlands betekent. Is het redelijk goed. Engels? Nee, het is Nederlands. Oké. Jairzinho Matta. Ken je dat? Pris van mijn hoofd, schouders, knie tot teen, Matta. Oh, knieën teen. Wow, gok iets. Je kan deze challenge niet beginnen zonder even een gokje te wagen. Oh, schouders, knieën teen. Hij dacht, ik noem gewoon lichaamsdelen op. Ja. Kijk, hier staat fris van mijn hoofd, schouders, knie tot teen. Dat betekent dat je zeg maar dat je kleding goed is. Dat je gewoon je hele gevolg zit met goede kleding. Dat denk ik. Maar misschien heb ik het fout, hè? Oh. Je weet het niet. Netjes gekleed over heel mijn lichaam. Hecht veel waarde aan luxe spullen. Wat doe je? Je roost me alweer. Nee. Waarom roost je me? Altijd. Hé, maar Niffo, mijn stacks meer kleuren dan Skittles. Jij super gaande? Nee. Ik snap het niet. Mijn stacks meer kleuren dan Skittles. Mijn stacks. Oh ja, met geld en zo. Ja. My money, my money. Juist. Dat ik met my money Skittles koop. Je hebt zoveel geld dat je gewoon Skittles kan kopen. Zure Skittles. Zure Skittles. Ja, ik weet precies wat dit betekent. Geld heeft kleurtjes, hè. Oh ja. Hij zegt hier dat hij zoveel verschillende kleuren geld heeft, dat er zelfs meer kleuren zijn dan Skittles. En Skittles zijn in heel veel kleuren. Oh, letterlijk, ja. Er zijn maar 5 kleuren Skittles, maar niet uit. Maar niet uit. Hallo neef, mijn briefgeld heeft meer verschillende kleuren dan Skittles snoepjes. Ben je trots op mij? Ik denk. Wow. Neven poppen bullets, jij champagneflessen. Kom op, kom op. Even je best doen. Neven poppen? Oh, neven die bij jou poppen lijken. Ja! En die arm hebben als champagneflessen. Arm hebben als champagneflessen. Die champagneflessen openen. Nee, twee neven die met poppen spelen. En dat die dan in de avond bij oud en nieuw champagneflessen openen. Ja, het is goed. Hey! Zeg maar, poppen bullet is eigenlijk gewoon schieten met een pistool. Sorry. Hij is de pro in dit. Neven, zo matties schieten zeg maar pistolen. Maar jij, het enige wat jij schiet zijn champagneflessen. Of zoiets. Het is echt lang. Mijn neven schiet de kogels, jij schiet kurken van champagneflessen. Hé, hey, dat is echt wat je wil. Maar ik heb dit onder controle. Ja, oké, ga maar verder. Okay. Leg de topnotch pen, nou ben ik een rapper. Kom niet als je vertraagt. Mijn neef bestaat uit haas. Neef, ik heb geen tijd voor een schimp. Smetta. Ik heb ook geen idee wat dat is. Nee, ik ook niet. Was een soort kaas. Pittige kaas. Kom niet een nieuwe smetta. Kom niet als je vertraagt. Mijn leven bestaat uit haast. Nee, ik heb geen tijd voor smetta. Ik heb geen idee wat dit is. Ik ook niet. Nee. Traag betekent een beetje langzaam in mijn leven en bestaat uit haast. Dus dat je traag bent, maar je wil wel haast hebben. Zo gewoon kijken wat het goede antwoord is. Kom me niet tegenhouden. Ik wil doorzetten. Nee, ik geef geen aandacht aan een oplichter. Wat? Het heeft niet eens met kaas te maken. Ik snap er niks van. Waar is de kaas in deze zin? Pittige kaas! Nou, wil jij deze voorlezen? Vijf ben je mami, wapka, schat, of ben je dat niet? Goed zo, okay. Goed zo. Mami, wapka is een watergod en haar schat zijn haar kindjes dus. Zo diep gaan, man. Ja. Ik weet letterlijk niet wat dit is, hè. Mami, wat is een watergod? Ben je dat serieus? Ja, mami, wat is een watergod? Echt? Ja! Maar als het nou goed is, dan ben ik echt klaar. Ik heb dit zo vaak meegezongen, ik wist niet wie Mami Watta was. Oké. Okay. Ben je een watergodin? No! Oh! Oh shit, deze zag ik niet aankomen. Ik zei. Ik ben gewoon klaar. Ik kan naar huis. Nu ben ik Pete en voel me net als Money Mitch. Pete, als een Apple. iPad. Nu ben je een iPad. Niet toppie. Een luchtgod. Ja hoor, gaat hij er ook met goden? Dit is zo van, ik heb betaald gekregen, ik voel me net als Money Mitch. Maar ik weet niet wie Money Mitch is. Nu heb ik betaald gekregen en voel ik me net als het nummer.
Summer Money Mish. Ik snap geen waffel. Pizza eten, ja. Ga je pizza eten? Ga maar lekker pizza eten. Pull-up game is strong. Pull-up game is strong. Skut, skut. Ja, dat liep. Oh, dat is nee. Maar ik denk dat pull-up game is dan een beetje spelletjes spelen en zo. Spelletjes spelen en zo. Ik weet precies wat het betekent, maar ik laat jou eventjes gokken. Denk je dat dat het is? Spelletjes spelen? Ja. Dat is het. Niks anders. Spelletjes spelen is lang. Dan een spelletje spelen. Oké, pull-up game is zeg maar hoe goed je onder controle hebt als je ergens oppoelt. Dus als je ergens naartoe gaat. Wow. Toen ik binnenkwam met dit dacht ik, yo, jouw pull-up game is echt strong. Ja, okay. De opkomst is enorm, de opkomst is enorm. Okay. Ik weet niet eens of ik het goed... Ah, boeien. Wil in een domme waggie namens de tint van Henkie is beroemd. Word ik nou ook nog uitgelachen? Oh, nee, helemaal niet. Ik word helemaal niet uitgelachen, hallo. Dit is leuk. Lach je toe! Wat denk je dat dit betekent? Pull up in een domme waggie. Iemand die dom is, loopt met een waggie zo'n ding waar baby's in gezitten. Dat is een buggy. Oh. Ramen zijn getimd, want Henkie is beroemd. Ik weet precies wat dit betekent. Oh, Kimpy Party. Kimpy Party. Ik weet wat dit betekent. Namelijk, ik kom aan in een hele toffe auto. Een hele coole auto. De ramen zijn geblindeerd, want ik ben beroemd. Oh, dat heb Justin Bieber ook. Ik kom in een coole, dure, zieke auto. De ramen zijn getimd, omdat Henkie beroemd is en niet gezien mag worden in de auto. Shout dan naar Henkie. Alles draait om Saaf. Wij zijn slaaf van die Saaf. Geen idee. Nee, dit is ook moeilijk hoor. We zijn slaaf van die Saaf. Oh, een beetje tongbrekers. Deze band die dit zingt heet op de tongbrekers. Nee! Nou, dat is een grapje. Oh, gelukkig. Saaf betekent geld. Hij zegt eigenlijk, alles draait om geld. Je bent een slaaf van geld. Dus eigenlijk is dit een heel liedje over dat je gewoon niet zoveel waarde moet hechten aan geld. Want het is niet zo belangrijk in het leven. Het is gewoon belangrijk dat je gezond bent en zo. Ja, dat is waar. En daar is juist geld voor nodig. Nou, dat is niet waar. Je hoeft niet per se geld te hebben om gezond te zijn. Oh, gewoon stelen dus. Nee! Oh. Die mannen zitten veel osso. Wat denk je dat osso is? Geld besparen. Geld besparen. Mannen besparen veel geld. Nou, wat heb jij een idee? Wat is Osso? Osso worst. Osso worst. Nou, goed. Nee, Osso betekent huis. Oh, die mannen zitten veel in hun huis. De groep heren zit vaak thuis. Yes, ik heb het goed toppie. Ik stunt, daarom wordt er gehaat. Oh, ik stunt verkeerd. Nee, ik zeg dingen verkeerd, maar daarom haat ze mij. Oké, ik ben wel zelfverzekerd in het spel, man. Ja. Oei, ik weet het gewoon. Ik weet letterlijk gewoon niet echt wat ze met stunten bedoelen. Voor mij is het gewoon, ik ga heel lekker en daarom haten mensen mij, want ze zijn jaloers. Dat denk ik. Ik word beloond en voor het harde werk en mensen worden daar jaloers op. Ik had het wel een soort van een beetje goed. De Nout, kom hier. Nout, even ertussen. Tussen. Ja. Dit is weer jouw beurt. Ja. Lekker. Ja, die mag jij. Oh. Gewoon hebt. Ik zie het niet zo goed, dat betekent je beweegt. Die lachen en spreien. Ik zit nog maar in groep 4. Dat stond er helemaal niet. Ik vind dat je voor iemand in groep 4 dat je heel goed gaat lezen. Dan vind ik serieus. Wat doe je dan met mijn pet? Waarom had je mijn pet? Een goon hebt die gun en spray. Meneer of mevrouw hebt een dikke vette machinegun. Zo, hoppakee. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wat is het definitieve antwoord? Iemand heeft een dikke vette gun. Ja. En een spray. En een spray. Ja. Deo of zo? Ja, denk het wel. Je hebt een pistool en je hebt deo. I don't know wat een goon is. Kalfijn is dom. Wow. Kalfijn 02. Goon hebt die gun en spray. Ik denk dat het iets is van die sukkel heeft een pistool en hij schiet. Oh ja. Een crimineel. Oh ja, een goon is een crimineel. Nee. Like that of the group. Een crimineel heeft een wapen en schiet erop los. Oké. Ze vroegen naar mijn kaas. Wist niet hoe ze daarvan wisten. Oh, is dat een meisje met ik wil kaas? Ik wil kaas. Ik wil kaas. Ik weet letterlijk niet zeg maar wat ze hiermee bedoelen. Vroegen naar mijn kaas. Wist niet hoe ze daarvan wisten. Oh, ik vroeg om kaas en hun wisten niet welke soort kaas. Dat is het. Zo van je vroeg in de supermarkt mag ik jong belegen. Zei ze, ik snap niet wat je bedoelt. Ja. Ik geef geen antwoord. Vroegen naar mijn geld, maar ik wist niet hoe. Waarom vraag je naar geld? Waarom hebben rappers 1000 woorden voor geld? Zoveel geld. Bom is geld. Stacks is geld. Kaas is geld. Kaas. Gaan naar de bakkerij en dan vragen, hebben jullie ook geldkaas? Geldkaasje. Hier, deze is grappig. Muske in de club. Muske in club. Zwartie draai kule. Ik ben een echte kule. Ja, ik weet zelf niet eens wat het betekent. Ik weet het serieus zelf niet. Ik weet het ook niet. Wat denk je? Gewoon even een gok. We hebben een goede club. We hebben een goede club. We hebben een sweaty draai club dat je moet draaien. Ik ben een echte kule. Nice. Ik heb precies bijgehouden wat je zei. Het klopt niet. Oh. Meer dan een club. Meer dan een club. Schoonheid, draai met je bil. Ik ben een echte fan van FC Barcelona. Nout, kom erbij. Nout, kom. Je komt je favoriete club. Komt in beeld. Nout, kom. Dit wil je niet missen. Messi is in de kast en die is hier om jou te ontmoeten. Nout is gewoon echt weg. Nout is verdwenen. Hij is gewoon weg. En nooit meer teruggezien. Modo man, tip top. Ik heb meteen chance. Middels chance. Chance. Wat betekent dat? Geen idee. Ik weet het ook niet. Het is zo moeilijk, man. Nout, je gelooft er niks van. We hadden net Barcelona. Ja. Messi was hier net. All around me are familiar faces.
En die heet... Mooi man, tip top. Ik heb meteen... Ik weet het niet. We zullen gewoon naar de andere kijken. Nee, ik wil het weten. Ik denk dat er een man is die in oude mode van een tip top. Ja? En ik heb meteen chance. Gewoon nette. Man die zich verdiept in de mode. Oh! Zij toch? Mode, lekker, mode. Man. Jij bent, eigenlijk ben je gewoon een rapper, man. Zou jij wel eens een keer willen rappen? Ja. Ja? Dat is een keer proberen. Ja? Ja? Is goed. Zullen we gaan naar de volgende? Zijn klaar. Oh. Yay! Yay! Ga je me nog eens een keer roast of niet? Die roast of confine deel 2. Ja, ga je die maken? Ja. Oké, gaan we dat doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Shout out aan jullie allemaal. Groetjes! Doei!